Ik ben Monica en leuk dat je kijkt in deze nieuwe video. Zoals je ziet ben ik deze keer niet alleen. Oh ja, like en abonneer. Veel kijkplezier. En vandaag maken we wafels. Dit zijn Steffi, Jessie, Anouk en Emily. Okay. Moeten we niet even vertellen wat voor wafels we gaan maken? Oh ja. Oké. Okay. Oh, het zit er toch vol goede ideeën. Nee, wacht, het is een verrassing. Oh, het is een verrassing. Okay. Aan mij weer. Wacht. Oh ja. Oh, oh, wil je opnieuw? Ik kan. Wafelijzer, meng de mix en het water in. Gewoon één keer. Gewoon. 20. Ja, één ding. Ik ga niet het water erbij doen. Oké, okay. Okay, de mix is spatel. Maar ja. Dat is een garde. Eerst het ziet er echt disgusting uit. Dit is echt super snel goed. Ja. Er staat 5 minuten lang mengen. Oh. Tot een luchtig beslag. Nee, niet luchtig, juist toch? Wel luchtig. Maar er stond ergens ook iets niet. Niet luchtig kloppen. Ja, maar ik was een grapje. Oh. Ik snap het niet. Nou, gewoon, ik had jou wel 5 minuten willen zien kloppen. Oh my. Ja, dit is goed. Toch? Oh. Oké. Okay. Out of my kitchen. Nu gaan we wafels maken. Gaan we deze maken? Ja. Yeah. Oké. Okay. De eerste wafel die we gaan maken is de bosbessenwafel. Hoeveel? Het ziet er oprecht lekker uit. Ja, ik ga het reviewen daaronder. Heb je ooit wafels gemaakt? Nee. Oh nee, het gaat er helemaal naast. Daarom heb ik veel te veel. Oh, het ruikt echt heel lekker. Ja, hè? Dat ruikt wel heel lekker. Ja, het ruikt echt heel. Nee, nee. Dat zei ik net. Hoor je voor je. Wat is dit? Jongens, wat moet ik hiermee? Ja, heel mooi. Ja, ja, dank je wel. Dit is de wafel. Oké, dit smaakt lekker. Lekker verdeeld in poeder. Ik had er behoefte aan. Mm. Oh, dit is lekker. Oké, wacht, dan gaan ze reten. Oh. Maar we geven het dus een 7. Ja. Een 7 zonder kleven. Met kleven. Oké. Okay. Voor de wafel Hawaii hebben we de poedersuikerde ananas. Jij maakt me aan het lachen. Kaas. Waar is de kaas? Hier. Cheesy. Nee, 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 niet meer, jongen. Echt als improviseren of zo. Is het ook? Alsof we echt ook allemaal gaan. Ja, echt. Ja. We moeten ook een naam verzinnen voor deze wafel. Ja? Ja. Maar eigenlijk niet zo. Ja, nee, ik weet niet wat ik hiervan vind. We hebben echt weer veel te veel erin gedaan. Doe! Okay, wow. 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 Oh, hoi! Hallo. Ja, maakt niet uit. Oké. Het is wel een beetje een. Dat is heel lekker. Dit is een 9, ik heb een kusje. Ik moet er even over nadenken. De wafel is zelfs heel zoet. En ja, maar is het heel raar. Inderdaad. Ik vind dit echt minder lekker dan een bosbessen. Ja, ja. Het is gewoon raar hoor. Ja. Ik heb een 8. Ik geef het een 6. Serieus? Maar ik had het wel beter verwacht. Ja, ik geef het echt een 6. Maar dat konden we niet doen. Deze wafel krijgt. 6 out of 7, nee. 6 out of 10. 10 wafels. 2 dagen verder. Emily stuurde een snap dat ze de pizza wafel had gemaakt. En dat het super lekker was. Omdat er geen suiker in het beslag zat. Dus ik heb hier een mengseltje dat ik nu ga mengen. Het is dus nog geen mengseltje. Ik kan er voor de special effect nog wat bij doen. Ik judge dit. Oké. Er zit geen smak meer in. Ruikt het goed? Ja.
Wat zit er ook alweer in? Meer. Oh ja, het appel. Ik was het ook oprecht vergeten. Dankjewel. Het is niet. Oh, deze kan zo lekker. Oh, je ziet de kaneelvlekken erin. Wacht. Nee, dat is van de chocola van de vorige keer. Oh. Ik laat even afkoelen, maar dat is lekker dan. Ja, yeah, ga ik tegen. Want het idee was wel lekker. Ja. Wat jij? Oh, voor de foto. Ja, eigenlijk wel. Maar deze filter dit is ook net niet. Een 7.20. Oh, je bent al aan het cijfer. We gaan proeven, Stef. We gaan proeven. Oké, dan. Waar ja. Naar? Naar eten, oké. Okay. Oh, en het is helemaal zacht geworden. Mm. Ik vind hem echt heel lekker. Ja. Hoe vind jij dit een 7.3? Mmm, mm, die appel warm is lekker. Ja. Ik ben geen fan van de rozijnen. Ik ben echt geen fan. Het is een soort krentenbom. Ja. Ik ben echt moe aan het worden. Ja, door eten wat je moet gewoon. De eerste appel was lekker. Ja, dat is van. Ja, we doen een ei hierin. Oké, okay. Gaat helemaal geen wafelbeslag bij. Nee. Dan is helemaal geen wafel. Jawel, want het is een wafel. Oké. Okay. Ik vind het wel grappig, een eiwafel. Nu gaan we een eiwafel maken. Oké, okay. We hebben een ei. Kloppen, we doen hem gewoon in. Oh. Wat snel dit? Maar wacht, gaat de avocado er later? Ja, want dat moet je niet. Moet je hem niet iets meer verspreiden? Nee. Maar wel een pizza. Ja, dit is hier echt gewoon niet. We kijken er niet meer naar. Eieren weggebouwd. Oh ja. Wow, zonnetje. Wow. Dit is even de stand van de tafel. Zoals je ziet, vooral hier super netjes. Je moet met een stiekem gewoon even kijken. Oh my god! Ik weet niet, ik heb er zin in. Waarom het wordt gewoon, in? Weet je wel, als je een pannenkoek eet en er zit net te veel ei in. Te rollen. Satisfying. Het is wel mooi. Ja, dat is een mooi. Oké. Okay. Dat moet je toch maar. Eiwafel. Oh my god. Oké, okay, wow. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Maar het ziet er leuk uit. Hier. Tas toe. Ik moet echt het ei met die zoet. Ja, zoals we maar. Peter vind ik hem echt lekker. Ik vind hem ook lekker. Ja, waarom vind je het lekker? Misschien vind ik vind het lekkerder dan de... Ja, ik vind hem lekkerder dan de pizza. Wat raar. Ik vond deze lekkerder. De pizza was echt lekker geweest als er geen suiker door de stad was. Ja, inderdaad. Dan had je gewoon een pizza gehad. Gaan we volgende keer avond geven. Nu gaan we. Oh. Nu gaan we de stroopwafel maken. En daarvoor hebben we stroopwafels. En het idee is dat we eigenlijk gewoon de stroopwafels in stukjes gaan breken. En dan doen we wat in de wafel mee. Oh, ik heb zoveel zin om dit te eten. Misschien iets meer bestand. Ik moet wel wedden. Dat was misschien ook wel erg. Dat is ook wel leuk. Ja, ik hield echt een woord erbij voor je, maar oké. Oh, lekker. Mm-hmm. Ja, dit is echt lekker. Ik vind dit een 6.8. Een 6.8? Hoezo? Nee. Dat was mijn wiskunde. Ik ben ervan. Ja. Welke nu? Avocado. De chocola. We hebben net de avocado. Toch? Ja, we gaan de chocola doen. Ja, chocola. 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 Wij zijn experimenters. Ja, dit gaat. Dit gaat zo. Zonnetje. Wat gaan we doen? Oh. Ik heb gesnoept. Dit is echt heel lekker. Heel lekker. Ja. Mooi. Deze vraagt 9 wafels. Ja, 9 wafels? Ja, 10. Deze is inderdaad echt wel okay, lekker. Oké, nou, dan ga ik ook proberen. Dit is, dit is gewoon een brownie. Ja, dit is zo lekker. Dit is echt veel te lekker. 9. Nee, 9,5. Ja. Als je hier banaan bij doet. 9,5. 9,7. Oeh, maar hoe doe je er met vingers? Dit was de laatste die we zouden doen, maar als we hebben nog zoveel beslag als van zonde. Willen jullie wafels? Ja. Wil dat jij? Oh. Wij zitten niet te wachten. Oh, het is echt blauw. Het is echt blauw. Ja. Ik heb hier een absoluut kunstwerkje.
Oh, fuck. Moet ik dit filmen? Mm. Het smaakt naar bosbessen thee. Ik heb net pindakaas gegeten. Doe eens alsof je de camera beweegt met je hand. Hallo, ik heb het koud. En... ja, waarom ga je niet? Welke wafel vonden jullie het lekkerst? Pizza wafel. Chocolade. Ja, die was verrassend. Ik ben na het wafel maken met vriendinnen erachter gekomen hoe het in ieder geval niet moet. Ik ga jullie tips geven. Als het wafelijzer helemaal heet is geworden, kan je met non-stick baking spray de dingen in sprayen. En dan is het tijd om de wafelslag erin te doen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Deze video was ook echt weer super educatief, ik weet het. In ieder geval, tot de volgende keer.